Oké, hallo allemaal, welkom weer. Of welkom bij Assassin's Creed Chronicles, Russia. Maar stem doet een klein beetje pijn, ik kan er niks aan doen. Ik spring er gewoon direct in, moet even mijn geluid zelf wat zacht zetten. Maar ja, Russia, vorige week is India afgelopen. Hoe kan dat? Omdat Russia 2 weken nadat India uitgekomen is, toen werd fucking Russia al gereleased, dus... vandaar dat ik hem nu ook... Ik doe hem wel nu pas natuurlijk aangezien het de volgorde natuurlijk officieel zo is. Ik kijk nu op zo'n manier dat ik het beeld een klein beetje zit willen, maar dat kan aan mij liggen. Doe gewoon een nieuw game. Misschien moet ik gewoon even drinken. Pickpocket loot is er dus ook weer in. Oeh. Kutzien. Nikolai, how long has it been? You have worked for me. Always the charmer. But I'm glad it is you that says. I have a dangerous assignment. Our informants reported that the Imperial family may have in their possession an old and very special box. It may be a piece of Eden. The Tsar's family is in Yekaterinburg. Under God. Just the local militia. Townsfolk under the command of a commissar. Still, keep your senses sharp, Nikolai. If this box is what we think it is, the Templars are no doubt looking for it too. I've beaten them before. For what I weet, is it ook wat meer met schieten en zo. Oh god. Mag ik het zien? Mooi, precies bijna een cutscene. Iets beter. Oké. Secondary objective is the production of Temple Guards. One last. Ja. Dit is wel een ontsnapping. Maak mijn eigen wegen. Dus ik eigenlijk niet. Je hoort eigenlijk dat helemaal niet te doen met die moord, maar. Het kan toevallig, dus. Hey. Shooting out that light would get his attention. Dat was mijn schuld. What a dead man walking. Here's someone. Shouldn't we be looking for him? You go ahead. While you're at it, you might want to take. Ja, laat die twee maar gewoon eventjes neergaan, dat is het makkelijkste.
Ah. Identify yourself. Over there. Mooi. Dat is ook wel een hele slimme actie. Komt deze convoy langs? Oké, mijn best. Kijk eens aan. Nou, kom op. Zesde die, dan kan ik daarna doorgaan. Oh shit. Ze is te jou. Wacht tot jij je weer omdraait. Even voor de zekerheid uiteraard. Stop the drum. No more this way tonight. Everybody off. Short. We will miss a checkpoint. We must be cautious. Wie zegt dat ik hier de whistle voor moet gaan gebruiken? Ik kan deze net zo goed gewoon op die manier afmaken. Die niet, maar oké. Jou. Ja, bloed. Wat heb je bij je? Dankjewel voor de rifle ammo. Wat doe jij bij je? Nou, kom op. Dit is echt gemakkelijk, hè.
Maar dat is het enige, als je hier op de slinger loopt, je kan niet rennen. I need to get across that bridge. Ja, je gaat er overheen, ga je niet lukken, vriend. En het onderdoor weer op meer staat. Well, none that concerns us. Good. Let's hope it stays that way. Kijk eens aan. Niemand die iets heeft gezien. Hallo. Kijk, heb je smokebombs bij je? Ja. Hebben ze best wel goed gemaakt, dit. Jullie twee nog. Klopt dat? Yep. Die eerste heb ik eigenlijk helemaal niet eens geraakt. Dat is helemaal pijnlijk. Ik heb die eerste gewoon totaal niet geraakt. Die twee. Toch heb ik hem af weten te maken. En het zou heel erg toevallig zijn geweest als ik precies zijn kogel heb geraakt. En dat zijn kogel gewoon ook teruggeschoten is, dat zou heel erg toevallig zijn. Kan ik in die boxen zitten? Ja, dat heb je net al verteld. Stay with Asaka. I see him. Oh wauw, als je hem dus een klap geeft, dan slaat hij gewoon terug. Dus hij kan blijkbaar gewoon slaan op het moment dat jij al geslagen hebt.
Ik weet dat ik bij die rechter waarschijnlijk erin moet zitten. En de buurt van die guard blijven doe ik echt niet. Dat dus gaat me toch iets te ver. Hup. Oké, hoeft dus niet. Fiets naar boven. Hallo, ik had jullie allebei, hè? Ik had bij jullie allebei tegelijk een dingetje boven jullie hoofd. Oké. Okay. Gaat wel redelijk goed. Oké, moet hier overheen. Ik moet zeggen, ik ben al een paar keer goed afgemaakt. Maar alsnog, ik heb ook een paar keer goede dingen gedaan. Niet dat ze bij die vorige al echt extreem erg teruggelopen. Dan zien jullie twee alvast. Die staat veel te dichtbij ook gewoon. Oké, die twee beneden kan ik heel makkelijk weghalen.